Maakt dat mij een slechte moslim? Ja, vind ik wel. Maakt het me een slecht mens? Nee. Maar om dan meteen te zeggen, ik vind jou geen moslim. Weet je wel? Ja, dat is wel echt, dat vind ik rigoureus. Omdat jij niet in mijn hart kan kijken. Je kan ook niet voelen wat mijn strijd is. Maar ik ben wel meer van je gaan houden. Echt, man. Ik ben echt meer van je gaan houden. Omdat ik zie echt de oprechte... Ik vind het eigenlijk allemaal heel erg mooi... zolang ik merk dat het iemand helpt. Dan denk ik, ben ik ook een heel praktisch iemand. Whatever works. Dat proef ik ook bij. Ja. Ik proef ook gewoon dat het niet een afkeer is voor het geloof... maar ook gewoon ziet dat er blokkades zijn. Ja. En jij probeert die blokkades bij me weg te nemen. Alleen ik geloof ook. En wat dat betreft geloof ik Lieke ook dat... Lieke zegt, die blokkades gaan weg. Wanneer je juist weer open staat voor je geloof, weet je wel? En wanneer je weer bidt. En dan sta ik chagrijnig op en dan zie ik zo'n kleedje en dan vouw ik die netjes op weer, weet je wel? Ja. Nou, ik denk wel, het is misschien zo gelijk. Ja. Lik heeft altijd gelijk. Dat is echt wat. Ik mis haar. Gek. Nu hier? Ja, ja, nu. Gewoon nu besef ik dat. Dat is heel gek. Dat ik gewoon nu, weet je... Omdat ik gewoon de laatste tijd... veel in mijn eigen hoofd en in mijn eigen wereld zit. En zij mij die ruimte geeft en alles. Maar nu dat we het over haar hebben, dan voel ik ineens van... fuck man, wat houdt zij zoveel van me. Ja, fijn toch om iemand ook af en toe zo te missen dat je het voelt. Ja. Ja, mooi. Ik vind het. Ik hou echt van Lieke, man. Shit. Ja. Ja. En ze... Ik wil niet religieus maken, maar zij gelooft in jou. Ja. Maar snel een kindje maken dan. Ja, ik weet niet precies wanneer haar ijsprong is... maar we kunnen ook wel een keer een uitzondering maken... en het niet echt helemaal 24 uur doen. Ik bedoel, er zijn ook dingen belangrijker dan televisie. Ja.